gast in de studio hebben wij een beroemde DJ. En hij is natuurlijk ook vriend van de show. Want enige tijd geleden was hij bij ons de gast. En toen promoten die volgens mij ze eerste single, zeg ik dat goed, Marvin, oftewel ja, klopt, Melodic ja. M. Yes, en ja, je raadt het natuurlijk al. Marvin is vandaag opnieuw te gast. Of ja, eigenlijk mag ik geen Marvin dus zeggen. DJ Melodic M is vandaag opnieuw te gast. En jij hebt een nieuwe single uitgebracht. Yes, klopt, 12 april. Vertel. Ja, ik heb er een tijdje aan gezeten. Ik heb een tijdje, ja, sinds Voices, dat was het vorige nummer, vorig jaar. Weinig uitgebracht, maar vooral veel aan muziek gezeten. Veel verschillende stijlen. Veel verschillende ideeën waarvan ik dacht van wat past nu voornamelijk bij het publiek. En toen kwam ik uiteindelijk bij deze track. Ik vind hem vooral wat je nu veel in de top 40 hoort. Zo'n genre is het. Het is lekker herkenbaar en lekker dansbaar. Lekker commercieel. Je vergelijkt jezelf precies. Dus met alle grote artiesten in de wereld. Dat, dat maakt natuurlijk wel dat de lat heel erg hoog ligt. Hoe heb je het aangepakt? Want je plaat is Spaanstalig. Jij volgens mij niet. Nee, klopt. Hoe heb je dat gedaan? Ik heb de tekst, de vocal, zeg maar, de a cappella heb ik opgestuurd gekregen van iemand. Ik ben daar gewoon omheen gaan bouwen. Ik ben vanaf dat moment gaan zitten van hoe wil ik hem hebben? Wat voor genre wil ik dat het wordt? En ja, sindsdien ben ik het gewoon allemaal gaan inkleuren voor mezelf. Even voor de luisteraar die niet weet hoe dat gaat. Doe je dan ergens een oproep van wie heeft er een leuke vocal voor me? En dan krijg je van alles nog wat opgestuurd? Ja, precies. Dat heb ik toen de tijd gedaan. Toen heb ik inderdaad heeft iemand dat toegestuurd. En heb je die persoon ook in het echt ontmoet? Of gaat dat echt helemaal digitaal? Nee, allemaal digitaal, ja. En zij, want ik neem aan dat het een vrouw is, als ik het even heb gehoord. Zij weet wel dat je er een single van gemaakt hebt? Ja, tuurlijk. En wat vindt zij ervan? Ja, zij vindt hem ook heel cool geworden. Mooi. Ja. En nou ja, goed, neem ons mee in dat proces. Je hebt dan die vocals en dan? Wat ga je dan doen? Begin je dan met een beat of begin je met een melodie die in je hoofd zit? Of luister je naar de tekst? Ja, meestal begin ik met akkoorden maken. Dus de akkoorden die bij die tekst horen, zeg maar. En vanaf daar kan je gewoon heel makkelijk gaan bouwen van een melodie. Wat ik zeg, akkoorden, drums. En daarna, als je dat natuurlijk eenmaal een beetje hebt staan, alles netjes afronden, andere geluiden er doorheen gooien. En dat zorgt dat alles lekker door elkaar heen loopt. En nu? Je hebt hem dus gereleased. Yes. 4 dagen geleden. Yeah. Hij is inmiddels ongeveer 1000 keer beluisterd op Spotify. Dat kan natuurlijk nog wel wat meer. Ja, wat is nou je grote droom? Waar wil je eindigen met deze plaat? Ja, ik hoop. Ja, voor mij, ik vind zelf 10.000. Vind ik al wat. Omdat het natuurlijk mijn eerste nummer is in dit genre. Maar ja, het liefst ga ik natuurlijk voor meer. De zomerhit van 2019? Ja, dat zou best wel een aardig doel kunnen zijn. Ja. Zullen we gewoon gaan luisteren? Hij heet Quiero Bailar. En dat betekent volgens mij, ik wil dansen. Ja, klopt. Ja. Kijken of het gaat werken en dat ik ook inderdaad wil gaan dansen. Dit is de nieuwe single van DJ Melodic M. En hij heet Quiero Bailar. Melodic M hoorde je hier met Quiero Bailar. En ik krijg wel zin om te dansen hoor. Wat dat betreft is het wel gelukt. Hij is niet zo lang. Hij is maar 2 minuten. Ja, klopt. Ja. Nee, dat heb ik bewust gedaan. Wat je sowieso tegenwoordig ziet is dat vroeger waren de nummers heel lang. Ja. En dan luisterden mensen die vaak ook af. Maar wat je tegenwoordig ziet is dat nummers veel korter worden. Dat alles zeg maar in een kortere tijd wordt gedaan. Zodat mensen de tracks ook daadwerkelijk afluisteren. Dat, zeg maar alle, dat het hoogtepunt snel is en dat het allemaal snel doorloopt. Omdat ze het liefst gewoon zo kort mogelijk naar een nummer luisteren, zodat ze hem weer opnieuw kunnen luisteren. Nou werk je ook als DJ op verschillende plaatsen. En ik heb dat ook in een vaag verleden wel eens gedaan. In een plaats van 2 minuten hoor je als DJ niet zo blij van. Komt er ook een lange versie? Nee, er komt geen lange versie. Nee, dat omdat puur omdat ik wat ik zeg. Ik wil dat gewoon dat hij vaak wordt geluisterd. En dat hij niet te lang wordt dat mensen denken van nou, nu ben ik er wel zat. Hey, Melodic M, Marvin, ik vond het een hartstikke leuk nummer. Ik vind hem heel feestelijk. Wij nemen hem op in onze playlist. En we gaan hem zeker nog vaker draaien op Sleutelstad. En wie weet kom je binnenkort ons melden dat je die 10.000 afspeel... hoe zeg je dat eigenlijk? Afspeeldingen? Streams. Yes. Juist. Dat je die 10.000 streams gehaald hebt. En dan kijken we al helemaal uit naar je volgende single. Komt er een album trouwens? Nee, er komt geen album, maar er komt wel weer een volgende single aan. Kan je al onthullen hoe die heet? The Way. Je hoort het hier voor het eerst. De nieuwe single van DJ Melodic M, dus Quiero Bailar. En The Way, daar zitten we op te wachten.